In het MUBO is vandaag de expositie begonnen op Kroegentocht. Omroep Dommeland, het nieuws uit uw regio. Pierre, jij bent hier de komende tijd aanwezig om van alles te vertellen. Ja, met rondleidingen en dat soort dingen. Of als ik toevallig hier ben, dan kan iedereen me aanspreken als ze iets willen weten. Ja. Over een kroeg of wat dan ook. Ja, want jij hebt een boek geschreven, Pierre. Ja, dat is al lang geleden. Het is in 2008 geweest, heb ik dit boek geschreven. Tapperijen, tappers en togen. En het gaat eigenlijk in op de geschiedenis van de cafés in Bokstel. En ik had eigenlijk een bevloging van, er kwamen veel oude verhalen boven. En ik vond eigenlijk dat die opgeschreven moesten worden. Dus toen heb ik een jaar lang in het archief onderzoek gedaan. En met heel veel mensen gesproken die een kroeg hadden of als in de kroeg kwamen. En dat is opgeschreven en dat is nu verwerkt in deze expositie. Ook aangevuld hoor, met een aantal thema's en nieuwe foto's. Ja, want hoe kom je aan die foto's? De meeste had ik al voor het boek natuurlijk. En de andere die heb ik via de Beeldbank Bokstel, via Christ van Ekelen verzameld. En ik heb ook een aantal laatste weken privé gekregen van mensen die ze nog ergens thuis hadden liggen. En daar zitten hele mooie foto's bij. Wat ik zo bijzonder vond, ik hoorde, of ik las, dat er in Bokstel, en het is toch maar een klein dorp toen, zo ontzettend veel kroegen waren. Ja, die waren er ook, hè, zeg maar, vorige eeuw tussen de 70 en 80. Maar als je kijkt naar de meierij, zaten we een beetje in de, ja, middenin. Maar relatief toch veel. En dat komt omdat Bokstel was vroeger een doorgaande plek richting Maastricht, Keulen, Luik. En anderzijds via Oorschot naar Antwerpen, Leuven. Dus er kwamen veel mensen hier door Bokstel. En die moesten natuurlijk allemaal eten, drinken, overnachten. Was dat dan de Brederode weg waar ze overheen kwamen? Ja, ze kwamen via de Bossenweg. Langs de Ketting? Langs de Ketting. Over de Bossenweg naar de Markt. Bij de Markt gingen ze links de Rechterstraat in. En dan over de Vellenoord gingen ze door. Of rechtdoor via de Maastrichtse straat. Oh ja. En daarnaast kwamen er ook relatief veel pelgrims naar Bokstel om voor het bloedwonder. En dus toen was er helemaal geen processie, maar die kwamen het hele jaar door, kwamen de pelgrims. En die moesten natuurlijk ook eten, drinken en overnachten. De expositie is ingedeeld rondom de wijken, hè, dus Centrum, Onrooy, Breukelen, Kleiner Liemt, etc. En we hebben af en toe ook wat thema's, zoals sport en spel, carnaval, kermis, drankmisbruik en brouwerijen. Mm-hmm. Ja, dit is het centrum, hè. Dit is misschien wel een leuke foto. Die hebben we ook gebruikt bij het affiche. Er zijn drie bekende tappers, zeg maar. Dus Kastelijnen. Ja. Gerard Sloot van Marktzicht. Pieter van der Steen van De Beurs toen de tijd. Hij was de opvolger van de Red Horse, het rode perd. En Ton Schouten van Café van Vlerken. Ja. Dit was een protestactie tegen de opdraaiing van de energieprijzen. Voor dat boek heb ik dus archiefonderzoek gedaan. Toen was het archief nog in het gemeentehuis. En ik heb veel gesprekken gehad met oud-kasteleins of familie nog daarvan. Dus in 2007... ben ik het allemaal rond gaan zoeken en dat soort dingen. En dan krijg je de mooiste verhalen. Want dan krijg je mooie verhalen. Is het dikwijls ook ons kent ons natuurlijk. Ja, en dan komt krijg je weer een nieuwe naam van iemand. En ja, zo gaat dat door. Hè. Ja, in het café was natuurlijk ook de plek voor sport en spellen. Zoals kaarten, biljarten. En tegenwoordig darten. Maar vroeger waren er ook heel veel boogschietverenigingen die gekoppeld waren aan een café. Hè. Dat zie je hier. En onvoorstelbaar, rond de oorlogstijd was kegelen enorm populair in Bokstel. De jeugd ging op zondagavond, die zaten allemaal bij verschillende kegelbanen. Je hebt eigenlijk drie soorten cafés. Je hebt stille cafés, en dat waren eigenlijk illegale cafés. Stille cafés. Ja? Dus daar kon je een broodje drinken, hè? Want let wel, vorige eeuw, zeker in het begin voor je, werd er meer jenever dan bier gedronken, hè? Maar dat kon dus in illegale cafés, stille cafés. Dan had je cafés met een vergunning A, dat was licht alcoholisch, hè, bier. Maar een beperkt aantal cafés hadden een vergunning voor sterke drank. Want dan wouden ze inperken om drankmisbruik zoveel mogelijk te beperken.
Dus dat was een heel gevecht tussen die kasteleins om een vergunning te krijgen voor sterke drank. Ja. Maar dan moest je café ook wel een aantal voorwaarden voldoen. Hè. Je moest echt een... bepaalde regels. Ja, en er werd echt gemeten. Hè, hoe groot is het café? Hoe is de lucht toevoer? En dan kreeg je al of niet een vergunning. En als je bijvoorbeeld als kastelein een keer geverbaliseerd bent geweest, omdat je dronken was, openbaar een dronkenschap, dan werd die vergunning ook ingetrokken. Hier een stukje rondom het stationskwartier. Hè. Ja. Bijvoorbeeld de Griek die pas gesloten is, was vroeger de Sportwereld. Ach, ja, de Sportwereld. Van Jo van Run. En zijn broer was chef van Run. Dat was een voetballer van PSV die ook een Nederlands voetbalteam voetbalde. En dat is de reden waarom hij zijn café de Sportwereld heeft genoemd. Ah, wat leuk. Ja. Ja, en dit is het café van Theeuwkes. Ja. Ook wel bekend van de 14 Billekes. Want die hadden vroeger 7 dochters. En daarom werd het de 14 Billekes genoemd. Vergeleken met vroeger is het allemaal veel grootser geworden. Grootser. En breder. Hè? Veel ook eten ervoor bij, ja, vaak denk eetcaféachtig. Ja. En vergis je niet, terrassen. Hè? Terrassen, ja. En voorheen was dat eigenlijk zelden zo dat er een terras bij een café was. Dat was allemaal binnen. Er zijn de foto's rondom het thema carnaval. Hè, van verschillende optochten. Maar er zitten ook een paar hele leuke oude foto's bij. Bijvoorbeeld deze. Hier zie je nog de tank Esso van de brand. En tegenover de Albert Heijn nog. He, dat is de kruising Stationstraat, Breukelsestraat. Oh, yeah. Yeah. En hier nog een leuke oude foto van twee kinderen met de foekenpot. De foekenpot, hè? Dat is een soort de rommelpot. Een rommelpot, ja. Yeah. Gemaakt van een varkensblaas. En, yeah. En dan gingen ze op Asse Woensdag een rondje maken, yeah. Om geld op te halen. Yeah. En eind december van 2023 sluit het laatste bruine café in Boksel. Hè? Dat is De Boer. Is het zo dat het laatste bruine café... Dat zou ook wel het laatste bruine café willen doen, ja. Waarbij ook nog de kastelein zelf achter de toog staat. Ja, want dat gebeurt niet ook niet meer. Dat gebeurt niet meer. Allemaal personeel. Ja, bij sommigen nog een beetje, maar meestal staat er personeel achter. Maar niet een kastelein, hè, die daar al het publiek vermaakt en zo. Nee, dat gebeurt niet meer. Ja, dit is ook wel een interessant schilderij, vind ik. Dit is de binnenkant van café Het Klaverblad. Dat zat eigenlijk tegenover Petershoek, hè, waar nu de snelweg is. Toen is het ook verdwenen. Wat je hier ziet, de gasten zijn allemaal mannen. Hè. Vroeger kwamen eigenlijk nauwelijks vrouwen in het café. Lien van den Aker staat achter de bar, achter de toog. Want ze hadden ook nog een landbouwbedrijf. Hè. Mam was ook boer. Daarvan heb ik heel grappig de winst- en verliesrekening uit 1948... En dit is ook wel een interessant boekje. Het is een boekje van haar. En daar schreef ze op van de klanten welke schuld dat ze nog hadden. En hier staan er een paar bij. Bijvoorbeeld Frans Lammer staat hier. Die had 12 euro en 6 centen. Of 12 gulden en 6 centen schuld. Maar die is dood gegaan. Dat staat bij dood en niet betaald. Want vroeger had je altijd, als je toch bij Markt zich binnenkwam, Bekeloot, Walter Heren, die stonden ook altijd. Stonden zelf achter de bar, ja. Eigenlijk jammer, hè, want het is nou, persoonlijk is daardoor wel weg, denk ik. Of is het gewoon anders? Ja, maar überhaupt het fenomeen van stamgasten, dat is ook maar heel beperkt tegenwoordig, vind ik. Vroeger had je echt, ieder café had zijn eigen stamgast. Ja? En sommigen die zaten er echt iedere dag. Iedere dag. En dat is niet meer. De jeugd ook, hè, die gaat naar café wat leuk is. En of dan nou een Eindhoven is, Boksel of dan Bos, maakt ze niks uit. Nee, maakt ze niet meer uit. Ja, dit gaat over het thema brouwerijen. Er waren vroeger behoorlijk veel brouwerijen in Boksel. En dan komt natuurlijk, die brouwerij hadden water nodig. En Boksel lag aan de Dommel, hè? Dat is een belangrijke reden daarvoor. En dit vind ik zelf een hele mooie foto. Dat is een foto van de bierkar getrokken door paarden van de Koninklijke Halse Stoombierbrouwerij. Zoals je kunt zien, dat zijn de personeelsleden. Dat was echt een hele grote brouwerij. Die, waar zat die dan? Die zat op Hal, eigenlijk waar je nu de Dommel of de Essenstroom oversteekt, richting Vught daar. Ja. En die leverde bieren tot het hele land. Heeft ook een aantal prijzen gewonnen. Dat was echt een grote brouwerij.
En alles werd vervoerd met paard. Toen met paarden, ja. En dan moet je je voorstellen. Toevallig was dan de weg naar Den Bosch verhard, hè. Maar anders moest het allemaal over zandpaden. Hè. En als het dan geregend had, ja, dan moest een paard hard werken om dat bier te verplaatsen. Ja. En ben je ook nog zo rare dingen tegengekomen? Ja, niet raar, maar wel opmerkelijk. Vaak leuke zaken. Een mooi voorbeeldje vond ik Drieke Hapbraak. Hè. Die zat voor Gerard en Riekie Sloot in Marktzicht. Ja, als je daar als klant zat en er moest geëten worden, dan kon je daar mee eten. En dan kreeg je ook een cotelet met wat aardappelen. En die ging zelfs zover dat ze dan zelf niks meer overhaalden en zonder eten zaten. Oh, ja, ja? En dat soort dingen hoor je over vroeger. Hè? Ja. Chauffeurscafé De Kettingen, dat was vroeger een boerderijcafé. Dat zie je op die foto. En daar was Moetje van de meiden, dat was de kasteleinvrouw. En dat zie je ook terug op het schilderij van Pierre Jansen. Daar zie je Moetje in haar café. Toevallig deed ze er ook de was, maar dat was gewoon een klein kamertje. Waar je een broodje kon drinken. Want ze had dus wel een vergunning voor sterke drank. Maar dan deed ze ook de was. Dat was dan zo'n stille Nee, café. Nee, nee. Zij had echt een vergunning voor sterke drank. Want in begin 1900 heeft ze aan de overkant, van nu Montimar is, daar heeft ze de nieuwe ketting gebouwd. En daar zat uiteindelijk Pieter Ketting met zijn vrouw en zijn dochter, Truus van der Meijden. En dat was eigenlijk familie dan? Dit was mijn opa. Pieter Ketting was mijn opa. Ach, was dat je opa leuk. En Moetje heeft natuurlijk die vergunning van sterke drank, want die was op persoonlijke titel, heeft ze meegenomen naar de nieuwe ketting. Ja. Ja, en dat was natuurlijk niet leuk voor van de Eerde, die de oude ketting had gekocht. En dat is dus afgebrand en toen is dat gebouwd. Ja, wat nou de ketting is, hè? Wat nu de ketting is, ja. Ja. Ze zaten eigenlijk allemaal borreltjes te drinken. Wanneer kwam dan eigenlijk bier? Ja, ze dus hadden ook wel bier. Maar minder populair was dat dan? Ja, borreltjes. Ja, ik weet niet waarom mij, maar dat was populairder dan bier op dat moment. Ja. Er werd wel bier gedronken hoor. Maar beduidde meer je neven. En dat was de overheid, die was toch ook wel probeerde dat te beteugelen, hè, door vergunningen. Maar het mocht ook niet te gezellig zijn. Hè. Bijvoorbeeld dansen in cafés was verboden. Of je moest een vergunning aanvragen. Hè. Ik heb hier nog een rekening ergens hangen. Van de café Adelaars. En dan moest in 1925, moet je je voorstellen, 15 gulden betalen. Om een avondje daar te kunnen dansen. En dat is heel veel geld in die tijd. Ja, dat mag ik niet zeggen. Dat is echt heel veel geld. En waarom was dat dan? Omdat het... Ja, andere tijd natuurlijk. Ja, maar dat was natuurlijk... Het mocht niet te losbandig zijn in die tijd. Nee. Hè? En daarom ook die hele strijd tegen drankmisbruik. Ja. Want vergis je niet, er waren ook arbeiders. Die kregen dan op zaterdag het einde van de ochtend een loonzakje in Eindhoven. Die fietsten naar huis. En die kwamen, wij spreken aan, met een leeg loonzakje thuis, hè. Dus dat hadden ze een hele week opgedronken. Hadden alles opgedronken. Ja, dit is nog een echte kattafel. En katten was vroeger een spel wat heel veel in cafés plaatsvond. En dan moest je ook, ik weet zelf niet hoe het werkt hoor, maar je moest de stand dan op zo'n lei schrijven. En dit is nog de oorspronkelijke tafel die in de sportwereld van Jo van Run in de Stationstraat stond. Ik vermoed dat deze bolle dingen, dat daar cent in moest of zo. En de borreltjes kon je onder die tafel zetten, zodat die niet omgestoten werden tijdens de kaarten. Ja. Er werd veel gekaart, hè? Heel veel gekaart, ja. Leuk. Ja, de katten, toepen, rikken, miezenmauzen, klaverjassen. Ja, wat we net gezien hebben op dat schilderij van het Klaverblad, hè, waar al die mannen stonden, daar heb je ook een biljart gezien. Hè. Dus biljarten was vroeger een hele populaire sport in de cafés. En ze kwamen mensen echt naar het café om samen een potje te biljarten. En in de expo hebben we ook geprobeerd die sfeer terug te brengen. En hier worden tijdens de expositie ook wedstrijden gehouden en clinics en demonstraties. En als bezoekers willen, kunnen ze een balletje stoten. Of een pijltje werpen op onze dartbanen, die hebben we ook. Die cafés toen, hè? Waren die dan ook tot diep in de nacht open? Of hoe zou Nee. Dat was altijd maar een paar uurtjes of zo. Ja, ik denk dat die om nu of 11, 12 sloten. Hè.
En het was ook nog in de jaren 70-80. Dan moest het café om 12 uur dicht. Dan kon je nog wel even om 5 voor 12 naar het politiebureau op de markt lopen. En dan kon je een bonnetje kopen dat ze tot 2 uur open mochten. En welk jaar? In de jaren 80. Ik ben nog wel eens van Henk van Wilders naar het politiebureau gegaan. Oh ja, om zo'n bonnetje te halen. Om langer open te kunnen zijn. Och. Ja, ja, ja. Goh. En dan kregen ze een bonnetje en dan konden ze tot 2 uur open. Toen kon ze tot 2 uur open zijn. Ja. God. Ja. Pierre, ik zie allemaal toogpraat, die bordjes. Wat vertel eens, waar is ja, dat dan? Daar staan allemaal verhalen op. Leuke verhalen vaak, hè. En bijvoorbeeld, dit vind ik zelf een heel leuk verhaal. Dit heet dan Papegaai of Kip. En dat heeft plaatsgevonden in Beekelop bij Henk van Bilzen. En Henk van Bilzen had vroeger een papegaai in de zaak. Dat was toen niet, maar op een gegeven moment zat Luc Denten neer. Hè? En Luc noemen ze ook wel de blauwe, omdat hij rood haar heeft. Die zat op een woensdagmiddag de hele middag met Henk te praten over papegaaien. Hoe leren ze praten, Henk? Wat eten ze? En hoe doe je dit? Hoe doe je dat? En om 5:00 gaat hij naar huis en zegt Henk, ja, ik denk dat ik vanavond toch maar kip eet. En Van Bilzen antwoordt en vraagt ook nog, en wat krijg je van mij, Henk? Ja, koppijn. Houdoe. Ha ha ha.